Het jaar 2021 loopt ten einde. In de haast afgelopen 12 maanden heeft de regering de banden met bevriende naties verder aangehaald en of verbeterd. Het buitenlands beleid is erop gericht de positie van Suriname internationaal hoger op te trekken. Dit moet vooral de ontwikkeling van de natie ten goede komen. De communicatiedienst Suriname had een exclusief vraaggesprek met minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Hij blikt tevreden terug. Het is inderdaad heel turbulent geweest in de hele wereld. We hebben het extra moeilijk gehad, om verschillende redenen. Eén, we hebben natuurlijk de COVID-19-pandemie. Het is erger geworden. Eigenlijk weten we nog niet eens waar het naartoe gaat. Dus voor elk land is het een beetje passen en meten. We zien dat nu op dit moment weer. We vragen de discipline van het volk om zich te houden aan de regels. Dat is de beste methode. En vaccinatie natuurlijk. Daarnaast hebben we ook de verkiezingen gehad. Het is, er is een nieuwe regering aangetreden. Dat betekent weer een heleboel nieuwe dingen. Maar we hebben ook te maken gehad en nog steeds met een financiële-economische crisis. Wat een stukje armoede met zich heeft meegebracht. Een stukje financiële onzekerheid. En het laatste is dat we te maken hebben gehad met onze reputatie wereldwijd. Het is wel verbeterd nu, maar aan het begin was het toch vrij moeilijk om ingang te vinden internationaal. Om onze reputatie, ons imago op een betere manier te presenteren dan voorheen. Dat zijn eigenlijk de vier grote uitdagingen geweest. Uiteraard, je hebt de dagelijkse problemen. Te weinig geld, de capaciteit is er niet, de menskracht is er niet. We hebben een instituut van het ministerie van Bibis dat voor lange tijd eigenlijk geleid is geworden door een klein team van personen. Dus het grootste deel van het apparaat was er niet bij betrokken. Dus je moet ook werken aan een stukje motivatie en inspiratie. Dus het is op zichzelf, ondanks alle inspanningen, ben ik heel tevreden over 15, 16 maanden regering Santokki. Ja, en als we kijken naar de crisis, vindt u dat we toch nieuwe kansen hebben gehad? We hebben die kansen gehad, maar meer nog, we hebben de kansen gecreëerd voor onszelf. Een van de eerste dingen die wij moesten doen is onze relaties herstellen met onze traditionele partners. In dit geval Nederland en met de Verenigde Staten van Amerika. Beide zijn heel goed gelopen. We hebben nieuwe ambassadeurs benoemd, wederzijds. We hebben bezoek gehad van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Ik was de eerste minister na 10 jaren die naar Nederland is geweest, kort na ons aantreden. We hebben die relatie goed hersteld. Het moet nu een beetje breder en dieper gaan. Helemaal tevreden ben ik nog niet. Maar in ieder geval is politiek, diplomatiek de relatie goed hersteld. Men heeft ook goed begrip voor de omstandigheden waaronder wij moeten opereren. En ik moet zeggen dat Nederland ook heeft meegeholpen, heel actief heeft meegeholpen, om Suriname te ondersteunen bij het IMF-programma, de goedkeuring daarvan, op de achtergrond. We hebben ook de relatie met de Verenigde Staten van Amerika hersteld. Dat was belangrijk. We zijn onderdeel van het Westelijk Halfrond. Amerika is een leidend land in de wereld. Het is eigenlijk in onze eigen regio. Ik was blij dat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, binnen 2 maanden na ons aantreden Suriname heeft bezocht. Ook een eerste sinds we onafhankelijk zijn. Dat zijn belangrijke momenten geweest. Dus dat was het eerste, het meest belangrijke om te doen, onze reputatie herstellen. Onze entree weer maken op het wereldpodium. En ervoor zorgen dat we als land worden gezien met mogelijkheden voor de toekomst. En niet als een land waar men zich juist ver van wil houden. Gelukkig, dat is goed gegaan. We hebben nog wat uitdagingen. En zo zijn we verder gegaan met Frankrijk, met Guyana, met Brazilië. Als we kijken naar het departement van uw ministerie, Buitenlandse Zaken. Welke transformatie heeft het ondergaan om tot een international business en internationale samenwerking? Ja, kijk, dus dat is de eerste issue geweest, de naamsverandering. Veel mensen moeten nog wennen aan de naam Bibis. Maar de focus, het centrale punt, zit in de naam Bibis. Met name de business, het tweede deel. Kijk. In de wereld van vandaag, in onze moderne tijd waarin we leven, waarin zaken snel gaan, internationaal, alles impact heeft op elkaar. Zaken heeft impact op politiek, politiek heeft impact op zaken.
moet je een ministerie hebben die dit soort kerntaken bij elkaar houdt. Omdat je dan een stukje synchronisatie krijgt van beleid. Dus wat dat wil zeggen eigenlijk dat je goed op elkaar afgestemd beleid kan maken. Dus het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zich bezig met het politiek-diplomatieke werk. Dat gaat gewoon door. We zijn onderdeel van de wereld, we zijn niet geïsoleerd. Dus wij kunnen ook niet onszelf buiten de situatie plaatsen. Het tweede deel is international business en dat is de focus voor de regering. We zijn een pro-business regering die samenwerkt met het bedrijfsleven om investeringen aan te trekken. Ontwikkeling in het land, in het algemeen, wordt gefaciliteerd door de regering, door de overheid, maar niet gecreëerd door de overheid. Dat is het bedrijfsleven. Dus wij moeten met het bedrijfsleven en andere actoren samenwerken, met de banken, met investeerders, om een stukje werkgelegenheid te creëren, inkomen te creëren. En daarin speelt het ministerie wel een belangrijke rol, omdat de meeste investeerders en het kapitaal uit het buitenland komt. En als je geen goed imago hebt, ja, dan gaan de mensen ook niet komen. Als je geen goed economisch beleid hebt, dan gaan de mensen ook niet komen. Het laatste is internationale samenwerking. Naast investeringen is er een andere mogelijkheid om ontwikkeling te creëren en dat is samenwerking, technische bijstand, projectfinanciering, gelden zoeken die landen hebben om een stukje een bepaalde sector te ondersteunen. Dat is internationale samenwerking, ook culturele samenwerking op het gebied van sport en al dat soort dingen. Dus het bijeenbrengen van deze drie aspecten van het ministerie was belangrijk. Dat betekent dat we de structuur van het ministerie moesten gaan reorganiseren. We hebben nu 4 directoraten. Directoraat Algemene Zaken en Consulaire Aangelegenheden. We hebben directoraat Buitenlandse Zaken. Het directoraat International Business en het directoraat Internationale Samenwerking. We zijn nog steeds met die transformatie bezig omdat je kwaliteit zoekt. Dus de meeste directoraten zijn reeds bemenst, hebben een directeur, maar worden verder ontwikkeld. Wat ik uiteindelijk wil is dat op basis van deze nieuwe structuur er een professionele apparaat wordt opgezet. Want het ministerie is geen productieministerie, het is geen landbouw, het is geen economische zaken. Wij moeten helpen, ondersteunen wat de regering als beleid heeft voor de ontwikkeling van het land. Economische ontwikkeling, politieke ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling. Dus wij verschaffen diensten, wij verdienen geld, maar het is vaak moeilijk te kapitaliseren. Wat we daarnaast gedaan hebben op basis van deze nieuwe opzet is een nieuwe beleidsnota geschreven, wat ingaat op allerlei nieuwe aspecten van internationale politiek, die voor ook voor ons belangrijk zijn. En daarnaast zijn we begonnen trainingen te verschaffen aan het personeel, een stukje inventarisatie te maken van de capaciteit hier. Ik moet wel zeggen, dit is een van de kleinste ministeries. We hebben nauwelijks 350 personen in dienst. Dat is heel klein. Maar bij mij gaat het niet om hoeveel mensen, het gaat om de kwaliteit en de productiviteit. Van iedereen wordt hier verwacht dat ze een stukje verantwoordelijkheid op zich nemen en dat ze veel werk produceren. Dat is uitermate belangrijk. Daarnaast zijn we dus bezig geweest de regering te ondersteunen in de onderhandelingen met IMF, de hele schuldonderhandelingen samen met het ministerie van Financiën. We hebben schulden met bilaterale partners, India en China. Dat is veel in het nieuws geweest, we hebben daarmee geholpen. Dus onze taak is om ervoor te zorgen dat allerlei problemen die er zijn in termen van investeringen, in termen van bilaterale relaties, de multilaterale relaties met internationale organisaties, dat we dat helpen faciliteren. Dus er is veel veranderd, maar het grootste deel moet nog komen. En dat gaat in de komende 2-3 jaar gebeuren. Naast het feit dat we ook de buitenposten, de buitenlandse missies, hebben geëvalueerd. En nu langzaam begonnen zijn die te bemensen. Zoals gisteren met ambassadeur Sunil Sitaldin, die de permanente vertegenwoordiger wordt bij de Verenigde Naties. En in de komende 2-3 weken gaat u zien dat er veel meer personen gedetacheerd zullen worden. Op basis van solide training die ze hebben gehad. Een goede begeleiding, persoonlijke begeleiding. Dus wij sturen mensen uit die echt weten wat ze moeten doen en in staat zijn ook te doen wat van hen verwacht wordt. Minister, in het jaar 2021 heeft de vicepresident van Guyana, Barajak Deo, Suriname bezocht. Ook de president is naar verschillende landen geweest. Kunt u kort aangeven wat voor ontwikkelingen, voor wat ontwikkelingen dit gezorgd heeft? Nou, kijkt u, de president heeft inderdaad na een jaar
ja, na een jaar een stukje reorganisatie plegen op financieel gebied, is hij begonnen met buitenlandse reizen. En we hebben verschillende gehad, naar Guyana inderdaad, om een strategisch samenwerkingsverband op te zetten. Binnenkort, op 20 januari, als alles goed loopt, zal de president van Brazilië hier zijn. En dan hebben we gezamenlijk een summit met de drie presidenten om te praten over de strategische toekomst voor deze drie landen, een stukje samenwerking. We hebben, de president heeft geparticipeerd via Zoom, virtueel dus, in vele CARICOM-bijeenkomsten. Dat is ook belangrijk omdat de president als inkomend voorzitter op de hoogte moet zijn van wat voor zaken spelen in CARICOM. De president is vanaf 1 januari onderdeel van het bureau van CARICOM. Dus er zijn drie voorzitters, de inkomend voorzitter, de fungerend voorzitter en de uitgaande voorzitter. Die vormen het bureau. Suriname wordt in de persoon van de president inkomend voorzitter vanaf 1 januari. En dat gaat door tot en met juni. En vanaf 1 juli wordt president Santokki voorzitter van CARICOM. In die periode, tot eind van het jaar 2022, zullen er veel activiteiten worden ondernomen hier in Paramaribo, maar ook daarbuiten. Suriname zal eigenlijk de regio vertegenwoordigen in de wereld. Daarnaast heeft natuurlijk de president het bezoek aan Nederland gebracht. Heel belangrijk, omdat het eigenlijk een bevestiging was van het herstel van de politieke relaties. Op het hoogste politieke niveau. Ik wil niet te diep ingaan, anders wordt dit een lang gesprek, maar we hebben Schotland gehad, dat was belangrijk in verband met de klimaatsituatie. Suriname is een van de meest progressieve landen als het gaat om bescherming van ons milieu. Met 93% bebost en een hele negatieve carbonsituatie, wat heel goed is. We zijn carbon negative, zoals ze zeggen, maar dat is een positief ding. We hebben het bezoek aan Dubai gebracht. Dat heeft een stukje follow-up. Dat zal komen in de komende maanden. Maar de bedoeling is dat op basis van dat bezoek Suriname dus investeerders aantrekt richting de verschillende sectoren. Daar worden al gesprekken ook over gevoerd. Dus naast wat het ministerie doet in termen van diplomatie en promotie en onderhandelingen, is het altijd prettig wanneer je een president hebt die op het hoogste niveau mee kan participeren en bevestigt wat het beleid is van de regering. Dat wordt verwacht ook, dat noemen we presidentiële diplomatie. En onze president heeft dat uitstekend gedaan. Ik weet dat de gemeenschap vaak denkt, het kost geld. Het kost inderdaad geld. Maar die kosten worden zo snel terugverdiend als je een paar goede investeerders krijgt. En bijna alle bezoeken hebben positieve resultaten opgeleverd. Dus dat geld is sowieso terugverdiend. De andere kant van de medaille is dat als je het niet doet, dan ga je niks verdienen. Dan ben je helemaal afwezig. Dus het zijn bepaalde investeringen die we moeten doen en die we gaan blijven doen. Anders gaan we ons land nooit kunnen ontwikkelen. Waar staat Suriname nu na ruim 1 jaar regering Santokki en na 2021 van financiële crisis? De financiële crisis is nog niet over. Zolang het schuldenvraagstuk niet is opgelost en we hebben $4 miljard aan schuld overgenomen, dat is bijna 180%, bijna 2 maal zoveel als wat wij nationaal produceren. Dus u kan zich voorstellen dat het terugbetalen gaat niet zo makkelijk. We gaan beginnen met de onderhandelingen om die schuldenlast te verlichten, te verlagen. Het IMF-programma was belangrijk daarvoor, dus nu wordt dat traject ingezet, zowel met India als met China, maar ook met de commerciële schuldeisers. We hopen dat we dan voldoende onderhandelingsruimte hebben om dat bedrag te verminderen, zodat we minder lasten hebben als we vooruit gaan. Dus die financiële crisis blijft een issue, daar moeten we rekening mee houden. Het is iets dat we hebben overgenomen, maar het is een commitment gemaakt door de staat, dus wij gaan het moeten terugbetalen op een of andere manier. Helaas, dit is een van de meest funeste zaken geweest, financieel mismanagement. En je kan een land namelijk niet opbouwen door alleen maar te lenen en dat consumptief te gebruiken. Je moet er iets productiefs mee doen, je moet weer geld verdienen om het terug te betalen. Dat is niet gebeurd, helaas. Het IMF-traject is er. We hebben het herstelprogramma ook, wat is goedgekeurd.
En het leuke, en het, ik denk dat we daar ook trots over mogen zijn, is dat deze programma's zijn opgesteld en uitonderhandeld door Surinamers. Dus we hebben capaciteit, we hebben intelligente mensen. Want soms heb ik het gevoel dat Surinamers elkaar niet zo positief bejegenen. Maar we hebben intelligente mensen die in staat zijn op internationaal niveau mee te draaien. We hebben niet alle expertise in huis, dus af en toe moet je wat mensen gaan inhuren. Maar deze twee programma's, het herstelprogramma en de onderhandelingen voor IMF, zijn gedaan door Surinamers. Ik wil dat nadrukkelijk zeggen, omdat we anders te veel het gevoel zien buiten dat alles wat wij doen verkeerd is. Maar dat is niet het geval. We moeten leren ook positief te denken over ons eigen kunnen. Maar dat traject is uitgezet, is voor de komende 3 jaar. Maar langzaamaan gaat er verlichting komen. Dus we gaan naar een hele mooie toekomst. Want eenmaal een gezonde economie, dan heb je het fundament gelegd en dan kan je daarop bouwen. En als we dat goed blijven doen, dan voorzie ik een hele mooie toekomst. In alle rust, want criminaliteit is ook een issue. Dat gepaard gaat voor een deel met armoede. Maar werkgelegenheid, inkomen, export, meer productie gaat alleen maar resulteren in een beter Suriname. Ja, minister, 2022 staat voor de deur. Wat zijn de speerpunten en de verwachtingen? Voor ons is het 2 dingen. 1 is voortgaan om het beste klimaat te creëren om investeerders aan te trekken. Dat betekent zowel politiek, diplomatiek het beste klimaat creëren, maar ook ervoor zorgen dat binnenlands, in termen van de financiële omstandigheden, de beste omstandigheden er zijn. Geen enkel investeerder gaat komen als er problemen zijn met de koers. Of als er monetaire instabiliteit is. Of als men geen zekerheid heeft hoe hun geld gebruikt zal worden. Of ze dat terug kunnen verdienen. Dus je moet zekerheden kunnen bieden. Daarmee zijn we bezig. Dus op het stuk van local content, een nieuwe investeringswet. Dat gaat allemaal zekerheden geven. Maar er komen reeds investeerders. Maar die investeerders zijn zodanig georganiseerd dat ze eigenlijk de overheid niet nodig hebben. De president heeft daarover gesproken, over DP World, over P&O Maritime. Dat zijn grote investeerders. De grote investeerders hebben vaak eigenlijk weinig nodig. Ze weten hun weg te vinden en ze weten ook dat ze een stukje onderhandelingsruimte hebben. Maar het gaat om die andere groep van investeerders die belangrijk is, die in de middencategorie zit. Dus dat is 1 ding. Het tweede is, we gaan voort om onze buitenlandse politiek op een professionele manier uit te dragen. Dat betekent dat we dus af gaan ronden de verschillende missies die bemensd moeten worden. We hebben 18 diplomatieke missies die we moeten bemensen. We zijn nu al bij de 3e, maar binnenkort gaat het in een sneltreinvaart gebeuren. Voor eind maart zijn alle missies weer bemensd met goede mensen. We gaan productie terugkrijgen van hun en ze gaan hunzelf terugverdienen. We gaan het traject van professionalisering op het ministerie voortzetten. Want eind 2024 moeten we in staat zijn te zeggen dat we een professionele buitenlandse politiek hebben. Dat voorspelbaar is, dat gebaseerd is op analyse, dat ook het kader heeft dat het kan uitdragen. Want dat is wat je nodig hebt. Als eerste kijkt men naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Wij zijn de poort tot de wereld, maar wij zijn ook de ingang van de wereld naar Suriname toe. En dat moet op een professionele, eigenlijk bijna apolitieke manier worden gedaan. En ik wil dat ook benadrukken, dit ministerie werkt niet met de politiek in de hand, de partijpolitiek. We zijn professioneel, we zorgen ervoor dat het land centraal staat. Dat zeg ik ook aan elke diplomaat. Het maakt me niet uit van welke politieke huis je komt. Wanneer je wordt uitgestuurd, dan heb je maar 1 taak en dat is Suriname uitdragen. En ik hoop dat dat ook voor iedereen een beetje gaat gelden in het land. Want dan ga je zien dat we met z'n allen een betere toekomst hebben. Ja. Suriname zal de nieuwe voorzitter zijn van januari tot en met juni van de CARICOM. Nee, inkomend voorzitter. En vanaf juli tot en met december voorzitter. Oké, en welke kansen zal dit voorzitterschap bieden voor Suriname? Het gaat enorm veel aandacht vestigen op Suriname. De president zal spreekbuis zijn van de Caribische gemeenschap. Er zijn verschillende belangrijke ontmoetingen, zoals de G20 in Bali, Indonesië, die zal worden gehouden. We weten inmiddels dat de president uitgenodigd zal worden om daar aanwezig te zijn. Dan ben je onderdeel van de wereldpolitiek. En dit is precies wat we nodig hebben.
niet aandacht te trekken op een negatieve manier, maar op een mooie, positieve manier waarbij je een stukje visie uitdraagt, met nieuwe dingen komt, met nieuwe ideeën komt, maar ook in staat bent de visie die er is goed uit te dragen. Er zijn bepaalde zorggebieden voor CARICOM. Bijvoorbeeld op een stuk van op welke wijze worden landen gecategoriseerd. Op dit moment heeft Suriname daar veel nadelen van ondervonden. Wij worden gecategoriseerd als een middeninkomen land, terwijl we eigenlijk dat niet zijn. Als je kijkt naar een schuldenvraagstuk, zijn we eigenlijk een laaginkomen land. Maar omdat we gecategoriseerd zijn als een middeninkomen land, vallen we buiten de boot met heel wat voorzieningen. Financiële voorzieningen. En dat heeft ook een beetje geleid tot vertraging voor betreft de afronding van IMF-onderhandelingen. Maar dit zijn zaken die we gaan moeten presenteren op het wereldpodium om ervoor te zorgen dat de grotere landen in G20-verband nieuwe voorzieningen gaan treffen voor deze categorie landen. Dat is maar één aspect. Maar we hebben ook te maken met COVID-19. We hebben ook te maken met de herstart van onze economie in een post-COVID-19 periode. We gaan blijven leven met COVID, maar hoe gaat die economie eruit zien? Hoe gaat die samenleving eruit zien? We hebben te maken met de klimaatverandering en de commitments die zijn gemaakt in Schotland. Dus al deze dingen gaan terugkomen in de wereld. En dan hebben we nog te maken met internationale conflicten die er zijn. Niet dat Suriname of het Caribisch gebied daar veel invloed op kan hebben, maar men gaat wel verwachten dat je een visie hebt of dat je een mening hebt. Nou, dit zijn de dingen die gaan gebeuren, komen in de periode van de president, waar hij een stukje visie en boodschap moet gaan uitdragen namens de 15 CARICOM-landen. We hebben daarnaast issues in de regio. We hebben problemen in Venezuela, we hebben issues in Haiti, in Nicaragua. Al deze issues gaan ook op het bord van de president komen om mee te helpen coördineren een respons van CARICOM. En het is helaas niet anders, maar het voorzitterschap van de president zal plaatsvinden in een periode waarin het Caribisch gebied altijd geconfronteerd wordt met orkanen. Het is orkaanseizoen. We hopen natuurlijk niet dat er eentje is die zo ernstig zal zijn, maar je moet voorbereid zijn daarop. Dus het is niet alleen een stukje uitvoering, nieuwe ideeën brengen, maar ook voorbereid zijn op allerlei calamiteiten die kunnen plaatsvinden. Dus het wordt heel intensief voor de president en daardoor ook voor het werkarm, het ministerie van BIBIS. Ja. Voor het komend jaar staat ook de summit met regionale leiders op het programma. U bent in het begin een beetje ingegaan erop dat de president van Brazilië ook aanwezig zal zijn. Is het ook een teken van leiderschap dat Suriname gaat innemen? Absoluut, ja, absoluut. Dat is, maar dat bepaalt ook jouw gezicht internationaal. Ik zeg altijd, als je niet... Je kan een paar keuzes maken als je onderdeel bent van de wereld. Je kan zeggen, oké, ik ben onderdeel, maar ik blijf passief. Ik blijf thuis. Wel, dat is leuk, het kost je geen geld, maar het gaat je ook niks opleveren. Niet in aanzien, niet in respect, niet in inkomen. De mensen gaan je langzaamaan vergeten. Dat is niet de keuze die je kunt maken. Dus je moet investeren. Ik zie deze buitenlandse kostenpost als een investering, niet als een kostenpost. Wel, de president zal dus niet alleen zich heel goed moeten voorbereiden op al die issues, maar zal zich ook moeten voorbereiden op het uitdragen van een visie. En dat zal in gezamenlijkheid gebeuren. In zo'n situatie, als je het goed wil doen, dan moet je echt leiderschap demonstreren. En dan moet je op basis van je visie de mensen kunnen overtuigen dat je een bepaalde richting op moet om meer gezag, meer respect te krijgen, maar ook meer steun. De trilaterale summit die zal worden gehouden is een voorbeeld daarvan. Er is nog nooit voorgekomen dat we hier drie presidenten zullen hebben. En onder leiding van de president, Santokki, om een strategische samenwerkingsplatform te creëren tussen Guyana, Suriname en Brazilië. Dat is voor het eerst. Maar het is ook een lange termijn visie, dit is niet vanaf nu. Deze regering gaat er niet zijn, de volgende regering gaat er ook niet zijn op een bepaald moment. Je praat hier over 20, 30 jaar vooruit. Dat is visie, dat is leiderschap. En dat is wat we nodig hebben om ons land op te vallen internationaal en de aandacht te trekken. En dan komen investeerders automatisch. Dan speel je een rol in die internationale gemeenschap. En dat is precies wat we proberen te doen. U gaat ook zien dat
leiderschap van de president zich gaat uitstralen naar een aantal andere zaken. Ik noemde al de invitatie van Indonesië voor wat betreft de G20. Dat is de meest belangrijke ontmoeting in de wereld tussen de 20 rijkste landen. Als je daar mag aanzitten of erbij kan zijn, is dat al een stukje erkenning. Wij gaan een aantal bezoeken plannen voor 2022 met strategische partners, met India, China, met de Verenigde Staten. Dat zal ook voor het eerst zijn dat we op een strategische manier een aantal landen gaan bezoeken. Sommige zijn meerdere malen bezocht, andere puur formeel. Maar wij willen zaken doen. Wij willen iets terugbrengen voor de gemeenschap. En dat zal 2022 zijn. Dus de president krijgt de druk, het ministerie wordt druk. Maar dat is onderdeel van besturen en van leiding geven en leiderschap demonstreren. Onlangs heeft het Internationaal Monetair Fonds goedkeuring gegeven aan het steunverzoek van Suriname. Wat zegt dit over de relatie van Suriname met multilaterale organisaties? Dus ook op het stuk van de multilaterale organisaties, de internationale organisaties, de regionale organisaties, is ons aanzien aan het verbeteren. Voorheen waren we wel aanwezig, maar dan werd er eigenlijk of niks gezegd. Of we hielden die stoel warm, maar voor de rest was er verder geen enkele effect daarvan. Dat gaat veranderen. We willen ten eerste visie uitdragen. We willen participeren in die meetings, heel actief. En de president heeft dat al gedemonstreerd in de meetings die we hier virtueel hebben gehad op verschillende momenten. We willen met oplossingen komen. We willen aangeven dat we dus meedenken om problemen aan de orde te stellen, maar ook oplossingen te zoeken. Zonder te bemoeien met de interne omstandigheden in landen. Maar wij moeten ook weten dat we dus naast ons eigen belang als Suriname ook bepaalde internationaal geaccepteerde waarden en normen onderschrijven. Democratie, rechtsstaat, mensenrechten, goed bestuur en al dat soort dingen zijn belangrijk. Een onafhankelijke rechtelijke macht. Dus wanneer deze dingen in het gedrang komen of in het geding komen, dan willen we, zonder dat we gaan bemoeien met de binnenlandse omstandigheid, wel aangeven dat dit soort waarden en normen voor ons belangrijk zijn. En dat we hopen dat landen zich gaan houden ook aan deze waarden en normen. Want dit is wat wij als leidraad gebruiken in onze eigen buitenlandse politiek. Wat dat betreft zult u zien dat er zowel in CARICOM-verband als in de internationale organisaties, de Verenigde Naties, of de Organisatie van Amerikaanse Staten, onze stem heel actief zal zijn. En dat betekent ook dat we op termijn willen dat Surinamers uiteindelijk gekozen gaan worden om bepaalde functies te bekleden. We gaan actief daaraan meedoen. We gaan ook actief proberen Surinamers te plaatsen in internationale organisaties. Want dat geeft je voor de toekomst een stukje invloed die je kan gebruiken om ook visie weer uit te dragen en een stukje voordeel uit te halen. Recentelijk is er ook een onderhoud geweest met de Europese Unie. Het betrof artikel 8 politiek dialoog. Wat moeten we hieronder verstaan? Nou, artikel 8 dialoog is een standaard ontmoeting die de Europese Unie, de lidlanden van de Europese Unie hebben met landen waar ze steun aan verlenen. Suriname is een van de landen. We hebben, en dat is ook een ander aspect van onze buitenlandse politiek, we wachten niet op bepaalde momenten om in overleg te gaan met de Verenigde Staten of met de Europese Unie of met andere landen. We hebben continu contact met hun, continu. Dus ook met de Europese Unie hebben we de afgelopen maanden, ik heb ze verschillende malen in Guyana ontmoet. Zij zijn hier geweest eerder, ze hebben 2-3 keer ontmoet. Dus die artikel 8 missie is eigenlijk een samenvatting van oké, hoe ziet het land eruit op het stuk van mensenrechten, op het stuk van de politieke ontwikkelingen. Het is een gelijkwaardige ontmoeting, omdat zij niet alleen geïnteresseerd zijn in wat hier zich voordoet, wat hier de ontwikkelingen zijn, of het nou positieve of negatieve zaken zijn, maar evengoed zijn wij geïnteresseerd hoe het in hun landen gaat, dus in de Europese samenleving. Dus het is wat dat betreft gelijkwaardig, de agenda. Maar omdat we zoveel en zo goed contact met ze hebben, is die artikel 8 missie een hele korte geworden. Nauwelijks 2 uurtjes en dan zijn we klaar. Want
Eigenlijk zijn we continu aan het praten. Maar het is een belangrijk moment, omdat dat een eikpunt is voor de Europese Unie, om te zeggen, oké, dit land, dat gaat in de goede richting, we gaan meer steun verlenen. En dat is ook gebleken. Men heeft voor het komend jaar iets van 15 miljoen euro beschikbaar voor Suriname, voor met name milieuactiviteiten. We hebben specifiek gevraagd om meer technische bijstand. En daarvoor zijn er ook instrumenten aanwezig. En dus omdat we als land beter gepositioneerd zijn, een betere uitstraling hebben, zie je dat ook de bereidheid van de Europese Unie als voorbeeld ook op die manier er is. Men wil graag met Suriname samenwerken. Men heeft een uitzondering gemaakt, alleen maar twee landen in het Caribisch gebied, om bilateraal met Suriname nog verder te kunnen werken. Met alle andere landen wordt multilateraal, dus gezamenlijk gewerkt. Dan is er één pot voor 15 landen. Nee, met Suriname hebben ze een aparte pot gecreëerd, nog steeds. Dat geeft ook aan dat men zegt van, ja, dit gaat goed, we gaan door met zo'n land en we gaan zoveel mogelijk ondersteunen. Dit zijn de daadwerkelijke, de meetbare resultaten van hoe je een relatie opbouwt. En dus als ik het in geld uitdruk, dan is het weer 15 miljoen. Meer dan die 15 miljoen is waard dat we langdurig een politieke verhouding hebben, dat er vertrouwen is tussen de Europese Unie en Suriname. Ja. Vaak lijkt het buitenlands beleid een ver van mijn bedshow voor de doorsnee burger. Minister, welke bijdrage kan de samenleving leveren als het gaat om het naar buiten toe presenteren van Suriname? Kijk, in het algemeen moet ik zeggen, het Surinaamse volk, de Surinaamse samenleving is enorm gerespecteerd wereldwijd. Om een aantal redenen. Eén, we zijn erg verwelkomend. We zijn vriendelijk. De meeste Surinamers praten Engels. Al is het een mondje vol alleen, maar men kan zich goed uit de voeten maken daarmee. We zijn hartelijk. We zijn tolerant. We zijn multi-etnisch. Er is veel culturele diversiteit. Het is een land met enorm mooie natuur, flora en fauna. We hebben nog echt bos, wat in andere landen niet meer aanwezig is. We hebben lekker eten, verschillende soorten eten. Dus al die dingen maken dat we eigenlijk een heel gezond en vruchtbaar fundament hebben om Suriname op een positieve manier uit te dragen. En over het algemeen gebeurt dat ook. Vraag elke buitenlander die hier komt. Het eerste waarover ze gaan praten is hoe leuk het hier is en hoe lekker het eten is. Dus het gaat niet veel nemen om Suriname op een positieve manier uit te dragen. Wat ik wil vragen aan de bevolking is om ons zelf niet kwaad te doen. Want het grootste probleem dat ik zie in deze situatie is niet het buitenland. Het is helaas onszelf. Wij zijn te negatief over onszelf. En dat betekent dat anderen dat ook lezen. Mensen denken dat men niet geïnteresseerd is in Suriname. Men leest alles. Met Google kan je zo alles vertalen van het Nederlands naar het Engels. Dus hoe meer negativiteit, hoe meer input of informatie je geeft aan die buitenlanders. En dan denken ze, wat is hier verkeerd? Wat is verkeerd met de Suriname? Het is een mooi land, ze snappen het niet. Dus ik heb iedere keer een beroep gedaan op Surinamers. Wees verstandig, wees voorzichtig met je uitspraken. Het heeft effect op hoe mensen naar je kijken, maar het heeft effect op investeerders. En ik weet dat politiek een rol hierin speelt. Ik wil juist hun vragen om verantwoordelijk te zijn met de wijze waarop je het land uitdraagt. Ons land is door een aantal personen in een slecht daglicht terechtgekomen. We hebben dat hersteld. Maar erger vind ik het wanneer wij zelf het land op een negatieve manier en de bevolking op een negatieve manier gaan afschilderen in het buitenland. Of hier, maar dan pakken ze het op in het buitenland. Dat is niet nodig. We zijn een mooi land. We hebben een mooie bevolking. Hartelijke bevolking. Laten we dat zo houden. En dat gaat allemaal ervoor zorgen dat er nog meer investeerders bereid zijn hier te komen. En zelf zeggen van liever hier dan elders. Maar als we zelf gaan vertellen hoe slecht het is,
al is het waar of niet waar, maar er ontstaat een perceptie, ja, dan gaan ze niet komen. Dus wat dat betreft, een beroep aan alle Surinamers, wees de Surinamer, wees een nationalist en je hoeft niet alles goed te praten, maar doe het op een manier dat niet negatief is naar elkaar toe of naar de samenleving toe. Dank u wel, minister. Ja, graag gedaan.